En de verdeeldheid in Suriname moet achterwege gelaten worden. Dit is een wens van minister Stephen Sang van Handel, Industrie en Toerisme bij het begin van het jaar van de rat. Volgens hem is het Chinees nieuwjaar voor het eerst in de geschiedenis zo groot gevierd. Door tussenkomst van het ministerie van HINT samen met enkele Chinese organisaties is dit mogelijk gemaakt. Vicepresident Ashwin Nadeen haalde aan dat de eigenschappen van de rat, zoals eerlijkheid en zelfverzekerheid, een belangrijke rol spelen in de relatie tussen Suriname en China. Dat is volgens hem één van de redenen waarom het Chinees nieuwjaar in Suriname wordt gevierd. Mijn wens voor Suriname is dat we eindelijk de hippies en de verdeeldheid achter ons kunnen laten. Dat we elkaar kunnen vergeven. Dat we elkaar het beste gunnen. En dat we samen dit mooie land nog mooier kunnen maken. Onze landen hebben een zeer uitgebreide samenwerking van uiteenlopend aard. Waarvan de bevolking van onze beide landen voordeel aan heeft. Onder andere op het gebied van de agrarische sector, infrastructuur, veiligheid, defensie, training en capaciteitsversterking, gemeenschapsontwikkeling, financiën, cultuur en handel. De Chinese ambassadeur Li Quan haalde aan dat het Chinese nieuwjaar overal gevierd wordt waar er Chinezen zijn. Hij merkte echter op dat Suriname het enige land op het westelijk halfrond is dat het Chinees nieuwjaar tot een nationale vrijdag heeft uitgeroepen. De unieke viering van het Chinees nieuwjaar heeft heel veel aandacht gekregen en is ongetwijfeld een prachtige visitekaart voor de cultuur en het toerisme van Suriname. 而富有特色、繁荣发展的多元文化，已令苏里南成为加勒比地区的一道独特风景线。 Het unieke en welvarende multiculturele samenleving heeft Suriname tot een unieke land in het Caribisch gebied gemaakt. Aldus de Chinese ambassadeur Li Quan. Hij sprak afgelopen zaterdag op het Onafhankelijkheidsplein bij de activiteiten rond het Chinese nieuwjaar.